Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een rand om de I-steek haken. De I-steek is deze steek in de letter van een I. Ik zal de link hieronder plaatsen zodat je die weet te vinden. En we gaan nu dus een mooi randje maken. Dit is de eerste toer en dit is weer de tweede toer daarop voor op het popcornkussen. Kijk, ik heb het popcornkussen gemaakt. Ik zal ook hier van een link plaatsen zodat je weet waar het popcornkussen te vinden is. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Ja, ik bedenk elke keer nieuwe dingen, slofjes, mutsjes, jurkjes, nou het popcornkussen en nu weer de rand op de I-steek. En abonneren is natuurlijk heel fijn, duimpjes omhoog. En dan gaan we beginnen. Ik zal even zeggen wat je nodig hebt. En ik zou zeggen heel veel plezier hiermee, want het is gewoon een rand. Dit is één toer en dit is twee toeren. Ja, het zijn maar twee toeren deze keer, dus lekker makkelijk. Dus iedereen kan haken. Je hebt nodig een schaartje, haaknaald nummer 4 en een stopnaaldje. En dan gaan we beginnen. Je hebt trouwens nog nodig, even niet te snel, dit is voor toer 2 heb ik groen en toer 1 heb ik fuchsia roze. Dus we beginnen met de fuchsia roze toer. Dit is echt alleen maar losse en vaste. Dus heel leuk om te doen. We gaan beginnen met de fuchsia kleur. En dan beginnen we met deze toer naar de I-steek. Dat zijn 4 losse, een vaste, 4 losse en een vaste weer in die I-steek. Het is eigenlijk een hele makkelijke toer. Dus het wijst zichzelf. En op de hoeken, die hoef je niet meer anders te doen, want die hoeken heb je al gemaakt met de I-steek. Oh, dus deze rij is wel belangrijk dat je die doet na de I-steek. Nou, we beginnen met de fuchsia kleur en toer 1. Je begint de eerste toer met een opzetlus. Haaknaald erdoor. Je pakt de goede kant van je werk en het maakt niet uit of je nou hierin begint of in de na de I-steek. We beginnen nu na de I-steek. Daar pak ik je steek je haaknaald erdoor, je haalt je draad op. En je slaat nog een keer om en je doet door 2, dus een vaste. Dan doe je 4 lossen. 1, 2, 3, 4. Dan ga je in die I-steek, hierin ga je weer een vaste zetten. Dan doe je weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En dan ga je hier weer in die I-steek een vaste zetten. Dit is de toer. Kijk, het is 1 vaste tussen de I-steek in en dan 4 lossen, dan weer een vaste, 4 lossen, dan een vaste. En dan gaan we weer 4 lossen doen. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we weer tussen die I-steek in 1 vaste doen. Dan weer 4 lossen. Ik zit even verkeerd. 1, 2, 3, 4. Dan in de I-steek weer 1 vaste. Dan weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. In de I-steek weer 1 vaste. Dan weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En tussen de I-steken in gewoon insteken, weer 1 vaste. En zo krijg je die vroemeltjes, zeg maar, doordat je 4 lossen doet. Elke keer na een vaste doe je 4 lossen en in de I-steek daar plaats je 2 vaste in. Dit was de eerste toer en op het einde hier dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer met 4 lossen. 1, 2, 3, 4.
nog even een vaste, weer 4 losse, dan weer nog een vaste in de I-steek en we eindigen weer met, we moeten nog 4 losse en dan eindigen we hier in deze vaste met een halve vaste, dus draad ophalen en door 2. Pak je je schaar, knip je af en je trekt je draadje door. Dan is dit dus het einde van toer 1. Toer 1, kijk, en dit zijn de hoeken, die doe je precies hetzelfde. Zie je, hier weer 2 vaste en daartussen doe je 4 losse. En dan weer 4 losse, een vaste, 4 losse, een vaste, 4 losse, een vaste. En zo maak je de hele toer af. Ja, het is echt een leuke toer. Nu gaan we beginnen met een ander bolletje, dus ik leg deze even weg. We beginnen nu met toer 2. Je pakt een ander kleurtje en je maakt een opzetlusje. En je steekt in hier tussen die 2 I-steken in de rechtse steek, daar steek je in en dan maak je, je steekt even door, dus dat je een halve vast hebt, dat je draad goed vast zit, en dan maak je 3 losse. 1, zit helemaal niet lekker. 1, even goed mijn draadje aantrekken. 2, 3. Dan telt deze mee als eerste stokje. Dan gaan we 2 stokjes nog maken. 1. Dus dan heb je hier 3 stokjes tussen die 2 I-steken en tussen deze vaste in. Dan ga je 3 losse maken. 1, 2, 3. En dan is dit, wordt een picootje, maar ik doe hem met een vaste dichtmaken. Dus insteken, draad ophalen, door 1, nog een keer omslaan, door 2. Dan ga ik in die volgende hier, in deze opening, dus je zit nog tussen die 2 I-steken in, daar ga ik nog 3 stokjes maken. Eén, twee, drie. En dan zit je boven die I-steek en daar ga je meteen in het midden, daar ga je een vaste zetten. Zie je, en dan herhaalt dit zich iedere keer, maar dit is dan je randje toer 2. Kijk of ik nog iets beter kan laten zien. Dus je begint tussen de I-steken in met eerst 3 losse, dan 2 stokjes, dan een picootje van 3 losse met een vaste en dan ga je weer 3 stokjes en dan ga je meteen door bovenin bij die I-steek, na de eerste toer ga je met een vaste verder, dan ga je weer hier 3 stokjes inzetten. 1, 2, 3, dan 3 losse. 1, 2, 3, is een picootje en dan steek je hier in die eerste losse, daar steek je in, omslaan door 1, omslaan door 2, krijg je een mooi frommeltje, die hebben we hier ook, dan ga je weer 3 stokjes hierin maken. 1, 2, 3. En dan gaan we weer hier boven die I-steek en tussen deze 2 vaste in, hier gaan we weer een vaste zetten.
Kijk, en dit herhaalt zich iedere keer. Ik zal er nog één meedoen. Omslaan 3 stokjes. 1, 2, 3. 3 lossen. In die eerste steek insteken. Draad ophalen door 1. Omslaan door 2. Dan krijg je een mooi picootje. Omslaan in deze steek. Ga je weer 3 vaste zetten. 1 of 3 stokjes. 2. 3 stokjes. En boven die I-steek en tussen die 2 vaste in, daar komt een vaste. Zie je, dan krijg je ook van die vroezelrand. Ja, dan kan je ook zeggen van nou, ik vind de vroezelrand mooi. Maar dan krijg je er nog een mooi effect bij, omdat je dan een ander kleurtje hebt gebruikt. Ik ga nog eventjes door. 3 stokjes. 1. 2. 3. 3 lossen. 1, 2, 3. Je steekt weer in. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Dan ga je weer 3 stokjes maken. 1. 2. 3. Even een beetje draad pakken. En dan ga je weer boven die I-steek, hierboven, en tussen die 2 vaste, daar zet je een vaste. En dit is toer 2 van de rand en ook de laatste toer. Dus je maakt deze hele toer zo af en op het eind hier, dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van toer 2 bijna, want ik wil nog eventjes hier, moet ik nog 2 stokjes, een picootje, of 3 stokjes, een picootje, 3 stokjes en een vaste doen. En dan gaan we de toer sluiten. Dus we zetten nog 3 stokjes. 2. 3, dan een picootje, dus van 3, 1, 2, 3 lossen. Dan gaan we hier in die eerste steek draad ophalen, omslaan door 2. Dan gaan we weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En dan gaan we hier onze laatste vaste inzetten. En dan sluiten we af de toer met een halve vaste. En die gaan we afsluiten hier bovenaan. Daar steek ik in. Je pakt een dubbel draadje. En je haalt je draad door met een halve vaste. Knip je de draad af. En je trekt je draad door. En dan is dit je randje. Het is eigenlijk heel makkelijk. Het zijn een vaste boven die I-steek. Kijk, ik hoop dat je het goed kan zien. Een vaste boven de I-steek, 3 stokjes, een picootje met een sluitje met een vaste, dan weer 3 stokjes. En dan boven die I-steek en boven tussen die 2 vaste zet je weer een vaste. En dan sluit het heel leuk aan. Dan krijg je echt een leuk randje voor je popcornkussen of voor een dekentje of wat je ook wil. Het golft net een beetje, dus het is wel gezellig. Nou, dankjewel. Dit was Iedereen kan haken. Graag je duimpjes omhoog en abonneren. Hieronder staat mijn foto, hieronder. En dan, ja, dan zie ik je graag weer bij de volgende video.